ik vind het respectloos en het is dom. Want het gaat erover bij het personeel van Twente, bij de fans van Twente. En ja, 99% van de mensen hier in de regio vindt dat Wout Brama daar bij de selectie moet zitten. En Garcia niet. Maar even over Garcia, die heeft het wel verbruikt bij de supporters, hè, in zaken de kwestie Wout Brama. Ja. Hoe sta jij daar tegen? Nou ja, ik vind het onbegrijpelijk. Ik vind het dom. Gezien de ophef die ontstaat, dan kun je verwachten. Want Wout Brama is een soort oppergod hier. Ik zeg niet dat hij in de basis moet, maar ik zou hem er altijd bij nemen. Dat had ik vorige week al gedaan bij PSV. Stel, hypothetisch, je komt daar 1-0 voor. Dan is dat de man die de rust kan prediken. Ja, en ik vind dat een fitte Wout Brama altijd bij de selectie hoort te zitten. En het is de aanvoerder in alles van het elftal. Hij mag overal opdraven. Bij alles wat er rondom die club gebeurt. En dan laat je hem zo vallen. Ja, hij is geen fan van Wout Brama. En hij denkt dat dit het beste is voor het team. Ik denk van niet. Bij RKC uit Vloer Twente. Wie staat als eerste weer de supporters te woord? Ja, precies. Ja. Het gaat om de waarden en normen altijd. Dat je zegt van dat hij niet speelt, dat moet de trainer, daar is die trainer voor. Maar hoeveel mensen mag je tegenwoordig meenemen in de dugout? Er zaten er 10 op de bank. Nou, er zal toch altijd wel plek zijn voor Brama. Wat is er dan gebeurd dan, Jan? Nee, maar dat krijg je nu. Iedereen gaat nu zoeken van wat is er gebeurd. Ik krijg ook allerlei vragen als wat gebeurd is. Ja, aan mij vragen ze het ook, want ik ken Wout al heel lang. Maar het is toch gek dat hij in één keer van aanvoerder niet meer mee mag. Dus is er wat gebeurd? Zeg nou gewoon wat er aan de hand is. Nou, hij vindt hem best eigenwijs en hij vindt hem gewoon niet goed genoeg. Ik vind het respectloos en het is dom, want het gaat erover bij het personeel van Twente, bij de fans van Twente. En ja, 99% van de mensen hier in de regio vindt dat Wout Brama daar bij de selectie moet zitten. En Garcia niet. Nou, ja. En hij gaat erover. Ja, je hebt het Garcia gevraagd en dit is het antwoord van de trainer van FC Twente over het ontbreken van Wout Brama. Elke keuze ik maak, ik denk aan de ploeg. Van de jongens is niet omdat ik gaf niet voor die man. Ik denk was de beste van de ploeg. En soms is het moeilijk, maar je moet doen. Ik heb mijn principes en values en ik blijf daar. Ja, want iedereen begint er ook over. Het publiek begint zijn naam te scanderen. Maar de ploeg is het belangrijkste. Ik ben een trainer en vandaag ik ben hier, de andere dag iedereen schiet me weg. Maar ik moet doen wat ik denk is honest en wat is de beste van de jongens. Ja, ik snap wel dat hij hem niet in de basis zelf, dat snap ik nog. Maar op de bank, bij de selectie. Ja, maar je wint een keer hè, na 7 wedstrijden zonder overwinning. En het gaat over Wout Brama. Nou, dit had je dus voor kunnen zijn als trainer. Ja. Hij heeft onnodig hoofdpijn. Ja. En als hij hem dan gewoon op de bank zet, is er niets aan de hand. Is er dan niemand in de organisatie die zegt van, hey trainer, Wout Brama. Jaar geleden kampioen geworden. Wout Brama vorig jaar ontspolten. Maar je moet gewoon, kijk, normaal gesproken, ook al stel je Wout niet op, dan kan je hem altijd meenemen. Dat is toch flauwekul door te zeggen, ik doe het beste voor het team. Sander Boske loopt er toch ook, die kan toch ook zeggen tegen Garcia, hey, hallo. Ja, maar hij heeft zijn eigen mening, blijkt wel. En dat roept hij ook altijd wel, die trainer. Hij is daar eigenwijs in. Je kunt hem geen lef ontzeggen. Nee. Dat is wel weer leuk. Nee, maar misschien slimmigheid. Slimmigheid kun je wel ontzeggen. Komt dat door had er een ervaren assistent? Nee, dit is een vraag van de tweede supporter die zegt, wie zou Garcia wel naast zich dulden voor meer tactisch inzicht? Ja. Nou, volgens mij niemand. Nee, dat geeft hij zichzelf aan. Hij trainingskamp. Ja, als je die principes hebt, dan moet hij ook achterstaan. Dat is toch geen enkel probleem. Maar of dat slim is altijd, dat is de tweede vraag. Het doet wel pijn, hè? Wout Brama, kampioen van 2010, die moet nu vechten voor een plekje op de bank. Ja, het is... Nou, de kans dat je er nu in komt is wel heel klein geworden. Schrijnend, hoor. Als je al niet mee mag.